Hardwigs werk is op een bijzondere manier bewaard gebleven. Middeleeuwse literatuur is meestal overgeleverd in verzamelhandschriften, waarin teksten van verschillende auteurs, of delen daarvan, samengebracht zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Beatrijshandschrift, waarin naast de anonieme Beatrijslegende onder andere ook een tekst over de kunst van het regeren van Jacob van Maarland voorkomt. Of denk aan de Lancelot-compilatie, waarin 10 verschillende Arthur-verhalen verzameld zijn. Des te opvallender is de wijze waarop Hardwigs werk overgeleverd is. Al haar teksten netjes bij elkaar in 1 enkele band. Een handschrift dat het verzameld werk van 1 schrijver bevat, noemen we een oeuvrehandschrift. Hardwig is de eerste auteur uit de Nederlandse letterkunde wiens werk in dergelijke oeuvrehandschriften is overgeleverd. Wie het initiatief heeft genomen om haar werk te bundelen is niet meer te achterhalen. Hardwig zelf misschien, vlak voor haar dood, zoals medio-Neerlandicus Frank Willaert gesuggereerd heeft. Of iemand van haar volgelingen die haar leer wilde bewaren voor het nageslacht. De 3 oeuvrehandschriften die we vandaag nog hebben, dateren niet uit Hardwigs tijd. Ze werden gemaakt in de 14e eeuw en waren in het bezit van Brabantse mannenkloosters. Buiten dit milieu hebben Hardwigs teksten vermoedelijk niet veel verspreiding gekend. Haar werk komt relatief weinig in middeleeuwse bloemlezingen voor. Alleen enkele van haar brieven hebben buiten de context van de oeuvrehandschriften gecirculeerd. In de late 15e eeuw heeft iemand nog een aantal teksten uit 1 van de oeuvrehandschriften overgeschreven. Dit mooie handschrift, dat vandaag in de bibliotheek van het Ruusbroekgenootschap in Antwerpen ligt, vormt de laatste getuigenis uit de middeleeuwen dat Hardwig werd gelezen. Daarna raakte haar werk in vergetelheid. Het werd nooit gedrukt. Pas in de 19e eeuw, in 1830 om precies te zijn, werd het herontdekt. De 19e eeuwse filologen waren meteen geboeid door haar literaire teksten over de mystieke minne. Intussen is Hardwigs werk meermaals uitgegeven en vertaald en kreeg de mystica een ereplaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en in de westerse geschiedenis van de spiritualiteit. Of de oeuvrehandschriften die we vandaag kennen echt alle teksten van Hardwig bevatten, weten we niet. Het zou best een selectie kunnen zijn. Wel zeker is dat de samensteller de teksten netjes heeft geordend per genre. Het oudste handschrift opent met de proza-teksten. Eerst de brieven, daarna de visioenen. Na het proza volgen dan de 45 liederen en dan de zogenaamde rijmbrieven. Een verzameling van 16 teksten waarvan de meeste beginnen met een groet. Deze 16 teksten zijn ook wel bekend als de mengeldichten. In de jongste 2 oeuvrehandschriften zijn 12 gedichten toegevoegd die waarschijnlijk niet van Hardwig zelf zijn, maar van 1 van haar leerlingen of latere volgers. We noemen die teksten mengeldichten 17 tot 24 van pseudo-Hardwig. Ze staan in de traditie van Hardwigs mystiek, maar leggen toch een andere klemtoon. Eerder dan over de passie en de pijn die de liefdesrelatie tussen de menselijke ziel en haar goddelijke geliefde teweegbrengt, gaan deze mengeldichten over het woordeloze genot van de versmelting met God. Ook deze teksten spreken vandaag de dag nog aan. Het bekendste Hardwig-citaat is de beginregel van een mengeldicht dat eigenlijk niet van Hardwig is. Alle dingen zien mij te Inge, ik ben zo wiet. Alles is te nauw voor mij, ik ben zo wijd. Dit gedicht inspireerde de gerenommeerde kunstenaar Jan Fabre tot een werk dat in 1985 werd tentoongesteld op het kunstenfestival Watou.